Yo gasten, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser. Vandaag een leuke video voor jullie, denk ik. We gaan reageren op de grappigste FUTBIN / FUTWIS, FUTHEAD comments. In ieder geval, er zijn echt een paar grappige. Ik heb er even een paar uitgezocht, maar ik moet er ook nog een paar vinden. Dus we gaan er vanzelf achterkomen. Ik denk dat het een grappige video gaat worden. Denk je dat nou ook? Doe erop even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, mis je helemaal niks. En zet natuurlijk je notificaties aan, mis je al helemaal niks. De winnaars van de Paas Giveaway wordt vrijdag bekendgemaakt. Dus stay tuned voor dat. En laten we gewoon gaan naar de FUTBIN comments. Oké, jongens, we zijn hier bij de eerste speler aangekomen. En er zijn echt wat grappige reviews over hem. Llorente Torres, hij heeft 31 pace, 33 defending. En hij heeft, zoals je hier kan zien, 35 stamina. Wat nou zo grappig is. Als je naar de eerste review al krijgt, RIP Mbappé Toti Owners. Dit is natuurlijk gewoon pure banter gewoon. Dit is gewoon, ja, wel grappig, want Mbappé is natuurlijk 99 pace, veel physical, noem maar op, goede dribbling. En dan heb je deze kaart met 67 dribbling, 31 pace. Ja, wel grappig, maar als je naar onder scrollt, ja, yeah, the moment when you realize his defending is better than his pace, oftewel, zijn defending is beter dan zijn pace, als een spits. Nou, ik weet niet hoeveel spitsen er zijn met minder pace dan verdedigen. Maar het is wel echt triest. Maar als je deze review ziet, dit is wel de grappigste van allemaal. 35 stamina, 31 pace, he won't even reach the pitch. Wat inhoudt dat hij niet eens bij het veld komt als hij een wedstrijd speelt. Ik vind deze oprecht wel grappig gewoon. Finally a fast strike in Serie A. Oftewel, ja, het is alleen maar gewoon... Vooral bij elke speler is het gewoon alleen maar banter. Het is gewoon sarcasme overal. Dat is wat deze review zo grappig maakt. Ze gaan er nog veel meer bekijken. Maar ja, deze vond ik wel even grappig om te laten zien. En gaan we nu even door naar de volgende speler. Oké, bij de tweede speler aangekomen, McKinney. Hij is natuurlijk een Amerikaan. Hij heeft 79 shooting. En als je dan zijn eerste review kijkt, give him a sniper and he will be American. Wat inhoudt... Ja, natuurlijk. Alle wapens in Amerika. Sniper is een chemistry stijl in het spel. Dus dat is wel wat het grappig maakt. Zijn shooting, 79. En het is een beetje gestolen, want je had een ander kaartje. Ik weet niet meer wie, maar een andere Amerikaan met 46 shooting. En toen was de reply van 46 shooting. Best wel slecht voor een Amerikaan. Dat was wel grappig. Leukere comments. Alleen, ja, ik vind deze niet super grappig. Maar... ja, ik moest hem er toch even tussen zetten. Komen we aan bij Valverde van Real Madrid. En zoals je kunt zien, heeft hij 99 composure. Bij zijn dribbling 99 composure. Wat inhoudt dat hij zich redelijk kalm kan houden als hij een bal moet schieten, et cetera. Maar als je dan naar zijn shooting kijkt, heeft hij 51 penalties. Dus Frans-Duits. Het is een Nederlander. Misschien kijkt hij mijn video's. Wel een echte legendarische comment. 51 penalties en 99 composure. Dat betekent dat hij al zijn penalties voor de rest van zijn carrière gaat missen. But he will never be sad about it. Oftewel, hij gaat nooit kut vinden dat hij al die panels mist. Wel echt een legendarische... gewoon ja, echt een gruwelijke comment eigenlijk. 51 penalties but 99. Long pass it, just pass it to the goal. Ook wel grappig. Dus in plaats van schieten, gewoon pasen. Goeie. En ja, iemand eronder zegt ook, I actually loved at this one. Finally an original comment between all those toxic comments. Ik vond deze ook wel heel grappig. Frans Duis, legend. 660 likes heeft hij ook. En terug. Oké, komen we aan bij Dako Namjane. Hij heeft natuurlijk een fut birthday kaartje. 5-6 skill moves. Ja, ja, dit is de grappigste comment die ik heb gelezen vandaag. Ik moet zo hard lachen om deze. 93 aggression. Slap a shadow on him and he might slap you back. Oftewel... als je een schaduwkaartje op hem gooit, krijgt hij dus meer aggression erbij. Alleen dan krijgt hij zijn 99 aggression. Dus hij zegt in het Engels betekent slap a shadow on him. Van gooi een shadowkaartje op hem. Maar omdat slap ook slaan betekent, zegt hij slap a shadow on him. And he might slap you back. Of hij gaat je misschien terugslaan als hij 99 aggression heeft. Grappige comment. Echt een goede comment. Deze vond ik echt de grappigste. Ik moest hier ook oprecht om lachen. Ja, dit was gewoon... iemand zegt ook, I created an account of FUTBIN just to like this. Dat is een gruwelijke comment. Ja, heel origineel ook. Oké, en dan komen we al bij een best oude aan. Scream Carvalho. Scream is natuurlijk al redelijk oud, maar wel leuk dat ze nog in het spel zitten. En Carvalho heeft ook al best wel een prima kaartje gewoon, verdedigend. Hij heeft 48 balans. Waar staat dat? Hier zo, bij zijn dribbeling. 48 balans, 46 agility. Dus iemand zegt... 48 balans. He cannot stand on one leg without
falling down. Oftewel, hij kan niet op één been staan zonder dat hij op de grond valt. En iemand reageert erop. In-game zal je er niks van merken, omdat zijn derde been hem omhoog houdt. Ja, ook gewoon weer een enorm grappige comment. Gewoon legend gewoon. Ja, als je zoiets verzint, ik weet niet hoe het in je op kan komen om zoiets dan te commenten. Kijk, die 48 balans, without falling down, leuke comment, maar ja, die kan iedereen verzinnen. Maar als iemand daar gewoon op zegt, gewoon van, you won't notice because his third leg keeps the balance up. Ja, dat is gewoon een gruwelijke comment. Dan komen we bij de volgende speler en dat is Thomas Partey. Ja, die kent hem niet. Genoeg grapjes natuurlijk. Iedereen kan grapjes maken over Partey. Maar deze thread was wel heel grappig. Wat inhoudt comment onder comment onder comment onder comment. En het begint, zoals je hier kunt zien, met, hoe waar staat hij? Partey in quarantaine is not allowed. Oftewel, het is niet, je mag niet partyen of je mag geen feestje houden in quarantaine. Logisch. Ja, oké, okay, leuke comment. Zegt Grealish would like a word, omdat hij natuurlijk een feestje gaf. Neymar, tell that to Neymar, oftewel die ook. En dan, de leukste, Walker doesn't give a shit. Omdat Walker natuurlijk een feestje hield midden in ongeveer de zwaarste tijd van, nou ja, nu. Gewoon de zwaarste tijd van dit jaar. Fucking dom. Echt verschrikkelijk dom ook gewoon. Hoe haal je het in je hoofd? Ik snap niet, ik weet niet of jij, als je dit ziet, of je echt een fok geeft om het virus. Maar ik snap niet hoe je dan dat kan doen, weet je wel. Het is zo ontzettend dom. Maar ja, wel grappig dat dit echt gewoon onder de footbin comment staat bij Thomas Partey. Bij wie anders, zou je zeggen. Maar ja, dit is gewoon grappig, die thread met Grealish, Neymar, Walker. En ze komen ook gewoon in het nieuws. En dan gaat Walker nog zijn excuses aanbieden namens Manchester City en zo. Dat slaat toch nergens op. Zo'n gast moet je gewoon lekker uit je team flikkeren. En dan gewoon, hoe kun je zo'n domme speler aannemen? Komen we uit bij Mahmoud Trezeguet van Aston Villa. Best wel goed kaartje. Ik was toen aan het twijfelen om hem te doen vanwege zijn 5-star weak foot. Maar het is natuurlijk iemand uit Egypte. En dan de eerste. Ja, het is wel een beetje een, iedereen kent deze comment misschien wel. Maar het is wel echt een legendarische comment. Misschien ook wel de meest gelikte footbin comment van alles. Slap an architect on him so he can build a pyramid. Gewoon ja, geweldige comment. Architect is natuurlijk een chemistry stijl weer, maar in het echt is het natuurlijk gewoon een baan, architect. Jullie weten wat een architect is. So that he can build a pyramid, oftewel dat hij een piramide kan bouwen. Gruwelijke comment. Deze was ook echt, toen ik hem voor het eerst las, is al een paar weken terug. Maar ja, het was wel echt een hele leuke comment. Ook toen het kaartje inkwam, of in het spel kwam, en dat ik deze comment als eerst las. Ja, hier weer precies dezelfde comment als bij die ander. Had to make an account so I could like this legendary comment. En terecht, want deze man, ik denk oprecht 3600 likes, dat het de meest gelikte comment is op Footbin. En ik vind dat ook zeker terecht. Oké, okay, jongens, volgende speler. Diego Costa flashback kaartje. En waar staat hij onbekend? Zijn agressie, hij heeft 99 aggression. Gewoon op zijn normale kaartje, zijn normale flashback kaartje. Niet normaal, maar als je dan naar de comments gaat, perfect link to my anger management class. Oftewel mijn boosheid. Ik weet even niet hoe ik dit uitleg. Maar mijn woede management class. Oftewel dat die onder controle wordt gehouden in het bepaalde klas. Het is heel grappig. Ik vond deze comment ook echt heel grappig. 99 aggression. En ja, als je deze man ziet spelen in het echt. Hij heeft altijd ruzie. Pakt altijd weer geel. Gooit weer een domme elleboog. En dat is wat deze comment eigenlijk nog wel grappiger maakte, vond ik. Oké, okay, komen we aan bij 85 rated Diaby. Ik weet nog niet wat voor comments er onder hem staan, maar hij heeft 99 balans. Dus ik hoor dat hij wel een grappige comment er had onder staan. Dus we gaan even kijken. Waarschijnlijk is het wel de top comment. Ja, het is de top comment. 99 balans, wat is hij? Een tafel. Ja, wat moet je hiervan zeggen? Ik vind dit echt, het is weer echt een geweldige comment. 99 balans, ik weet niet hoe hij dat ook heeft. 99 balans. Ja, dan ben je echt een fenomeen. Dan blijf je gewoon, ten alle tijden blijf je gewoon op de grond staan. En als je getackled wordt, maakt niet uit. Je valt weer op je voeten terecht. Ja, geweldige comment. En laten we er nog twee doen. En dan sluiten we deze video af. Oké, dan komen we aan bij de ene laatste. Deze heb ik dus gepakt laatst in mijn Fut Birthday Goodie Backpack. 700k waard. Enorme zieke beest. Atal. En dan ga je naar de top comment en die zegt, I just don't want to see funny jokes about his name. They are just not funny at all. Terwijl Atal, ja, het is echt zo'n typische grap gewoon die iedereen kan verzinnen. Maar het is op zich wel grappig. Daarna reageert iemand, what chemistry style would you use?
Atalist. Oftewel, Atal weer. Komt weer. Je kan allemaal dingen verzinnen met zijn naam in het woord, zeg maar. Daarom maakt het Atal wel een grappige speler om comments van te maken. En dan komen we bij de laatste speler, de legend, waar onze vorige video over is gegaan. Pope met 5-6 skills. Ik heb nog geen comments over hem gelezen, dus alles wat ik nu ga lezen is echt helemaal nieuw voor mij. Wat ik wel leuk vind, ik verwacht dus bij hem dat er wel grappige comments onder staan. Want 5-6 skills op een keeper, moet wel veel sarcasme bij zitten. Dus we scrollen gewoon lekker naar onder. Iemand zegt lol, 5-6 skill moves. Ja, boeit ook niet zoveel. Imagine getting rainbow flicked by a goalkeeper. Ja, dat wil ik echt een keertje doen. Dat had ik ook al met mijn Hernandez centerback met 5-6 skill moves. Gewoon met de akka uitverdedigen, et cetera. Maar met je keeper is het nog even een tikkie meer erg om gewoon... Het is meer, hoe noem je dat? Het Nederlandse woord. Gewoon vernederen. Als je een rainbow flick met je keeper op iemand gooit op een spit, dan is het gewoon echt vernederen gewoon. Oké, gaan we even doorkijken. Can't wait to rainbow flick the ball back to my own net. Wel echt grappig. Flipperbait, ik weet niet of het een Nederlander is of niet. In ieder geval, deze comment vind ik wel grappig. Omdat hij natuurlijk 5-6 skill moves heeft. En nou ja, rainbow flick. Als hij een sombrero flick had gebruikt, was hij nog wat grappiger geweest. Want die gaat natuurlijk naar achter. Maar laat me even weten, Pope, hebben jullie hem gedaan? Zitten jullie een beetje dom te skillen met hem op doel? Zou ik graag willen weten. En dit was de video voor vandaag. Oké, jongens, vond je deze video nou vet? Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Kunnen we voor de 2500 likes gaan? Zou ik erg waarderen. Als je wilt dat er een deel 2 komt van deze comments, laat het ook zeker weten. Want die kunnen we natuurlijk in de toekomst ook gaan maken. En dan wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. Je notificaties aan te zetten, want dan mis jij helemaal geen video. En hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.